Iedereen in de reacting schreeuwt op hetzelfde moment. Fuck haar Frodo vloggers en welkom bij weer een gloednieuwe video. Als iemand mij een tijdje geleden had gevraagd, wat is jouw favoriete serie? Dan was dat altijd lastig te beantwoorden, want ik gaf altijd hele verschillende antwoorden. De ene keer was het Line of Duty, de andere keer was het The Bridge. Maar als ik echt terugdenk aan wat in mijn verleden, ik ben 16, maar ja, alsnog, een hele goede serie is geweest, is het zeker de serie Sherlock geweest, van de BBC. En die serie is zo goed uitgedacht. Er zijn weinig series die ik zo goed vind als die serie. Sherlock staat volledig op Netflix, 4 seizoenen. Ik heb er 3 gezien. En de 3e seizoen eindigt met een vreselijke cliffhanger. En daarna heb ik hem nooit meer gekeken. Het allerlaatste wat ik van heel Sherlock heb gekeken is die cliffhanger. En een tijdje geleden dacht ik weer terug aan de serie. Toen dacht ik, ik moet die cliffhanger nog een keer zien. Nou, geluk. Hij staat op YouTube. En ook 100 anderen hebben erop gereageerd. Dus nu ga ik reageren op die cliffhanger met een hele hoop andere mensen. In de serie Sherlock heeft Sherlock 1 grote vijand, Moriarty, die zich in het eind van seizoen 2... Jongens, ik ga ongelooflijk veel spoilers droppen. Dus misschien dat je na deze video denkt, ik wil het zien en dan de helft al weet, maar ja. Moriarty die schiet zich uiteindelijk door zijn hoofd. En dan Sherlock die wordt uit het land verbannen en die moet dan weg. En Moriarty is verslagen, dus dan zit je ongeveer op dit stuk. Sherlock is verbannen. En die moet afscheid nemen. En daar begint het een beetje. De eerste van wie die dan afscheid neemt is Mycroft. Dat is zijn broer. Die werkt bij de geheime dienst een beetje daar in Engeland. Ik weet alles niet meer 100%. Dus als ik fouten maak en jullie zijn echt fan, corrigeer me zeker. Maar het is de laatste keer 3 jaar geleden dat ik de volledige serie heb gekeken. Comes his vow, I guess. Dan neemt hij afscheid van zijn compagnon. Degene met wie hij altijd samen de zaken oploste. So here we are. William Sherlock Scott Holmes. Sorry? That's the whole of it. If you're looking for baby names. En dan het grappige is hoe deze serie, het is geen humor die het een soort cliché maakt. Maar het is altijd humor die perfect op het goede moment zit. Dan Watson, degene met wie die samen altijd die zaken oploste, die krijgt dan een kind. En dan wil Sherlock dus dat dat kind vernoemd wordt naar hem. Oh my god. No, we've had a scan. We're pretty sure it's a girl. Oh. Okay. It's a girl. Yeah. Yeah, that's it. I can't think of a single thing to say. No, neither can I. The game is over. The game is never over, John. But there may be some new players now. Dat is echt iets wat je op een tegeltje kan zetten. Het spel is nooit over. Er zijn misschien wat andere spelers nu. John, there's something I should say. I've meant to say always and I never have. Since it's unlikely we'll ever meet again, I might as well say it now. Oh, here it comes. Oh, God. Sherlock is actually a girl's name. Je moet ook gewoon kijken naar alle reacties van die mensen die er omheen zitten. Die allemaal op hetzelfde stukje als ik reageren. Hoe die allemaal aan het lachen, aan het huilen zijn. De een volledig geëmotioneerd. De ander die zo zit van, nou, ja, ja. It's not. It's worth a try. We're not naming our daughter after you. I think it could work. Ik heb deze serie voor het laatst dus 3 jaar geleden gezien. Dit was echt zo'n hel moment in de serie. Maar dat kwam omdat je wordt dan door die karakters zo lang meegenomen. Dat je echt gewoon waarde gaat hechten aan die karakter. Zo is dat natuurlijk nou eenmaal met het kijken van films en series. Oh my goodness. Stop. You hug my hand. Pull him in. I'm
En dan stijgt het vliegtuig op, want hij is verbannen. En dan denk je van, nou, dit is dan het einde van het seizoen. Geen cliffhanger, mooie afsluiting. Zeker niet. Dit is nog lang niet het einde. Waar je goed op moet letten dan, is dat op de tv's die je daar telkens overal ziet, wordt ingebroken. Live zie je zo vervagen dat beeld. En er komt iets op de tv wat op dat moment niet wordt uitgezonden, maar wat iemand erin aan het hacken is. Did you miss me? Did you miss me? Did you miss me? Did you miss me? Het pijnlijke hieraan is dat je als kijker ongelooflijk in de ontwetendheid scene wordt gehouden. Want niemand heeft enig idee wie hier Did You Miss Me aan het zeggen is. How is this possible? We don't know. And it's on every screen in the country, every screen simultaneously. Has the Prime Minister been told? What is that? And Mycroft? But that's not possible. En dan gaan ze bellen met Mycroft, de leider van de dienst daar. En die is natuurlijk de broer van Sherlock. Dus dat is super spannend op dit moment. Want wij weten als kijker nog steeds niet wie er heeft ingebroken op die tv. Maar hij weet het wel. That is simply not possible. My heart is pounding very, very fast. What's very happened? Fast. Sir, it's your brother. En John die vraagt dan al, what happened? Wat is er gebeurd? Maar als kijker mogen wij het nog steeds niet weten wat er gebeurd is. Dus daarom switchen we eerst naar Sherlock, die gebeld wordt door Mycroft om het nieuws te vertellen dat er iets is gebeurd, maar wij weten nog niet wat. Mycroft. Hello, little brother. How's the exile going? I've only been gone 4 minutes. Well, I certainly hope you've learned your lesson. As it turns out, you're dit is dan echt zo'n geweldig moment dat hij is 4 minuten weg. Zijn broer belt hem, nou, hoe gaat het nu? Ik ben net 4 minuten weg eigenlijk. Nou, ik hoop dat je je les geleerd hebt. Engeland is in nood. Je bent nodig. For God's sake, make up your mind. Here comes season 4. Needs me this time. Wel even heel gemeen doen tegen degene die hier in het beeld zegt, well, there comes season 4. Dat is echt gewoon iemand die alleen maar nul emotie hier heeft en alleen maar aan het kijken is omdat hij weet dat er nu een seizoen 4 komt. Iedereen in de reacting schreeuwt op hetzelfde moment omdat iedereen Moriarty, de grote vijand van Sherlock, terugziet op het scherm en denkt van wat is hier aan het hand? Aan de hand. I called it. Blew his own brains out. So how can he be back? Well, if he is, he'd better wrap up warm. Geweldig dat er wordt gezegd, hoe kan hij terug zijn? Hij heeft zichzelf toch door het hoofd geschoten. En dan zegt ze, nou, als hij terug is, kunnen we maar beter voorbereid zijn. There's a nice wind. En dan zie je dat vliegtuig weer landen waar Sherlock 4 minuten geleden mee is opgestegen. Now the thing is with Sherlock, you have to watch right to the very end of the credits or you'll miss something. Op dit moment merk je dat de helft van alle kijkers in volledige verbazing zit te kijken. Hoe kan Moriarty terug zijn? Terwijl de andere helft zegt, seizoen 4, dit, dat, ik had het al voorspeld, ik zei het al en dat soort dingen. Oh, all of the top of the set, it's gonna happen! I was not expecting that. Okay, this is the end of the credits. What the fuck? En dan zie je nog voor één laatste maal Moriarty die zegt,
Miss me? En dan is eigenlijk het moment dat je... Eerst zie je alleen Moriarty's gezicht op dat scherm. En dan zou je kunnen denken, ja, maar dit zou nog gewoon iemand kunnen zijn die doet alsof je Moriarty is. Die doet alsof Moriarty terug is. Maar doordat je hem nu ziet, wordt eigenlijk dat hele deel ontkracht. Omdat het Moriarty moet zijn die terug is. En dat maakt het zo'n intens goede serie. Dan wil ik jullie, de kijkers, heel erg bedanken voor het kijken naar deze reacting op Sherlock. Ik ga over een maandje het vierde seizoen kijken. Ik zal jullie misschien daar wel over op de hoogte houden. Laat het even weten als je dit soort video's ook heel leuk vindt. Als je niets vindt, laat het ook weten. En dan zie ik jullie allemaal weer bij de volgende keer. Doei!